Hallo en welkom op deze donderdagmorgen bij weer een healing meditatie. En deze healing meditatie wijden wij aan aartsengel Gabriël. Vandaag is de kracht van aartsengel Gabriël rond de kracht van het hartchakra. O aartsengel Gabriël, verenig ons deze dag en verbind ons met uw inzichten die u heeft omtrent het hogere zijn. Aartsengel Gabriël, u bent als het ware de boodschapper aan de rechterhand van God. Als tweede aartsengel, waar aartsengel Michaël zich ook bevindt. O aartsengel Gabriël, wij vragen u om innerlijke genezing, rust en afstemming. Aartsengel Gabriël, we vragen u om innerlijke rust, genezing en afstemming. De hogere frequenties die vandaag het doel van deze healing en meditatie betreffen. Wij gaan door verschillende poorten op weg naar een nieuwe periode. En u bent de boodschapper van God. En u weet hoe u ons heeft te bereiken, zodat we in staat mogen zijn om de verfijning van uw inzichten te mogen ervaren. Wij mogen de verfijning van uw inzichten ervaren, omdat u aan de rechterhand van God samen met aartsengel Michaël heel dicht bij de bron verkeert. En deze bronenergie, die is van een groot belang om dichter bij je eigen zijn te mogen staan. Dichter bij je eigen zijn te mogen verkeren, omdat vooral in deze tijd uw aartsengel Gabriël stuurt. U bent een stuurder. Een bestuurder. En in de rij van de aartsengelen driehoeken staat ook u in verband, rechtstreeks genoemd, met aartsengel Zadkiel en aartsengel Michaël, zodat we de volgende driehoek ook weer heel makkelijk kunnen verantwoorden. Te noemen aartsengel Michaël, aartsengel Gabriël en aartsengel Zadkiel. O aartsengel Zadkiel, help aartsengel Gabriël om de kracht van aartsengel Gabriël dichter bij het hogere zijn samen met aartsengel Michaël het kwade te doorbreken en hogere liefde te mogen brengen en te vervullen. De innerlijke vervulling van de hogere liefde in het hogere zijn. Aartsengel Gabriël, we beminnen u, omdat u zo dicht naast Vader God staat. Omdat u altijd vanuit uw hand de duif naar Vader God laat gaan. En wanneer er situaties zijn dat er u om hulp wordt gevraagd,
u er 9 van de 10 keer ook altijd bent. De assistentie met aartsengel Michael en aartsengel Zadkiel. Deze hogere liefdesverbinding is van ongekende omvang. Zeker nu in de tijd waar we doorgaan, hier op deze aarde en bijna richting een nieuw jaar gaan. Zowel de laatste donderdag van het jaar waarop we u mogen bevragen. Wij groeten u, o aartsengel Gabriël, en wij vragen u om kracht en inzicht in de tijd waar we doorgaan. En u stuurt de witte duif naar God de Vader en verluistert hem wat er gaande is. Aldo God dat weet wat er gaande is, vindt hij uw bemoediging altijd weer, jedoch geprezen waardig. En de aartsengel Gabriël rond het hart der liefde, in de innerlijke bron van het zijn, waar op de woensdag aartsengel Gamuel assisteert, assisteert u op de donderdag. En dat is zo een mooie beleving. Vooral naar gene zijde, vooral naar de weg naar boven, in 3 fouten noemen, aartsengel Michael, aartsengel Gabriël, aartsengel Zadkiel. We danken u voor de fijne en de verfijnde samenwerking die wij dagelijks van u mogen ervaren. En ook op de andere dagen assisteert u ook andere aartsengelen, omdat u weet dat zij uw hulp nodig hebben om hoger te mogen uitkomen in de frequentie waar dat bijvoorbeeld graag aartsengel Zadkiel zou willen zijn. En dan vooral aartsengel Zadkiel met zijn vrouw Amethyst. O aartsengel Gabriël, u bent zo wel bekend in deze materie. U weet als geen ander dat samenwerken de kracht van verbinding verhoogt. En daarom doen wij u een beroep en we vragen dat de heling voor de komende periode verhoogd mag worden. Voor degenen die hierom vragen, voor hen die uw inzichten zouden mogen gebruiken, bent u een onuitputtelijke bron van liefde. Want u doet dit iedere keer. U bent iedere keer bij de rechterhand van God. En u bent als het ware de boodschapper. Er gebeurt iets en u ziet het. Of u krijgt het te horen, u laat het natrekken en daar gaat de boodschap naar Vader God. Zo wat meer zouden wij willen. En aartsengel Michael, die u hierin ook ten alle tijden ondersteunt, met zijn kracht. En aartsengel Zadkiel, die u becommuniceert en als het ware ja bestuift met zijn liefde voor u wederzijds. En dit alles op deze laatste donderdag van het jaar bevragen wij voor kracht en inzicht om weer door deze periode heen te mogen raken. Wij leven vanuit andere frequenties. Wij zijn hoog getrild en de aarde is slechts een speeltuin, een tijd waar je mag zijn en dan ga je verder.
maar met de kracht van de aartsengelen, omringd en omgeven. En vooral u, o aartsengel Gabriël, dank voor alle mooie zaken die wij van u mogen ontvangen gedurende deze healing meditatie. We vragen om kracht en bijstand voor de zieken van dit moment. We vragen om kracht en bijstand voor de heengegaande personen die ons zijn ontglipt. We vragen om kracht en bijstand voor hen die inzicht nodig hebben in hun problematiek van deze periode. Wij zijn licht. Aartsengel Gabriël, we danken u en we zijn fier en trots dat u in dit manifest zo dicht bij ons mag komen. Aartsengel Gabriël, aartsengel Michael en aartsengel Zadkiel, dank voor deze healing meditatie. Tot de volgende keer.